ING biedt jou de ING QR-code aan om je te identificeren bij het online bankieren. En dat is zeer positief voor de strijd tegen online fraude. Omdat de ING QR-code, net als It's Me trouwens, het eenvoudiger maakt om te zien wat je ondertekent voordat je de transactie effectief ondertekent. Met andere woorden, je kan fraude opsporen voordat het geld je bankrekening verlaat door gewoon te lezen wat er op het scherm getoond wordt. Ik zal het even uitleggen. Stel dat je een phishingbericht zoals dit ontvangt, waarin meegedeeld wordt dat je bankrekening preventief geblokkeerd werd na een zogezegde verdachte transactie. Je moet je rekening opnieuw activeren door op de link in het bericht te klikken. Dit is duidelijk een frauduleus bericht. Je kan dit al zien door te kijken waar de link je naartoe leidt voordat je erop klikt, maar ook nadat je erop klikt wanneer je op de site van de oplichter aankomt. Zoals je hier kan zien, bevind je je niet op ing.be. Het eerste dat jou kan waarschuwen wanneer je op de Homebank identificatiepagina aankomt is dat je niet kan kiezen voor de optie ING QR-code. Vaak is er trouwens ook geen It's Me. Je moet weten dat wij de ING QR-code zo hebben ontwikkeld dat ze voor een fraudeur heel moeilijk te kopiëren is. En dit verklaart waarom deze identificatiemogelijkheid niet beschikbaar is op phishing-websites. Maar laten we ons, gewoon als voorbeeld en om te tonen hoe het werkt, inbeelden dat een fraudeur erin slaagt de ING QR-code te integreren in zijn phishing-website. Je scant de QR-code met je ING Banking-app op jouw mobiele telefoon en je komt aan op een valse pagina die vraagt om de deblokkering van je rekening te ondertekenen. In werkelijkheid is je bankrekening niet echt geblokkeerd. De fraudeur heeft jou alleen nodig om een transactie te ondertekenen. En dit is precies waar het gebruik van de ING QR-code je zal helpen om fraude op te sporen. Want wat je in je ING Banking app ontvangt, is een verzoek ter ondertekening van een overschrijving. Zoals hier bijvoorbeeld. In dat geval weiger je de transactie en bel je ons onmiddellijk. Maar opgelet, om ervoor te zorgen dat dit werkt, moet je goed lezen wat je ondertekent voordat je de transactie valideert. Zo simpel en efficiënt is het. De ING QR-code gebruiken in je ING Banking app is eenvoudig, maar biedt vooral extra bescherming tegen online fraude. Wees voorzichtig en vergeet niet, samen staan we sterker tegen fraudeurs.